Ik ben zelf voorzitter van, van twee kunstorganisaties. En wij vechten ook elke dag om aanvullende financiële middelen te vinden. Bij sponsors, bij bedrijven, bij lokale overheden, bedenk het maar. We zijn nog te klein om de taxshelter te gebruiken, maar we zouden het ook doen. Zie je? Mijn principesredenering, ik ben er tegen, maar goed, het systeem is er. We zouden moeten goed gek zijn om niet te gebruiken. Dus dat is mijn ambiguïteit. Maar mocht ik alles te zeggen hebben over taxshelter en over cultuurbeleid, dan zou ik dat dus wel veranderen. Zou ik die centen, die belastingcenten die eigenlijk op die manier ontvreemd worden aan de overheid, maar ik zou die in de pot van de kunstdecreet steken, in de Vlaamse begroting, en toekennen via de klassieke kwalitatieve beoordeling.